ben Dominique, ik ben 11 jaar. Ik ben de nieuwe kinderburgemeester van Rotterdam. Het wordt diepe zucht. Moet ik zeggen bij alsjeblieft. Ik ga me heel erg inzetten voor het thema pesten en discriminatie. Nou, we gaan Johan Amsketen opnemen. Hij is mooi en hij is zwaar. Ja, ik heb me altijd afgevraagd hoe zwaar zijn die. Nou, valt wel mee. Een paar minuten gaan we. Nu is die mooi of is die niet? Kijk, de kinderwereld is gelukkig altijd onbevangen. Soms ronduit naïef en dat maakt het zo mooi. Omdat juist in de naïviteit en in de onbevangenheid dingen gezegd kunnen worden die misschien volwassenen vermijden. Of onderwerpen geagendeerd kunnen worden die volwassenen vermijden. Nou, we hebben het hier in de gemeenteraad bijna nooit over pesten. Maar schoolpesten is een veel voorkomend fenomeen en veel kinderen er last van hebben. En dat wordt hier in de kinderraad geagendeerd en er is er aandacht voor. En daarnaast het bijzondere, de figuur kinderburgemeester die daar met de burgemeester dingen doet. Zo'n 4 mei, zo'n herdenking meegaat of speciale festiviteiten op het podium een plek krijgt. Ja, dat is hopelijk niet alleen dat de kinderen iets geven aan de samenleving, maar dat is ook iets van leren voor zichzelf. Waar kijk je het meest naar uit? Vooral eigenlijk de dingen die ik ga doen en samenwerken met de kinderraad. Omdat zij heel belangrijk zijn in de gemeente. Samenwerken, dat is heel belangrijk, omdat je niet alles in je eentje kunt doen. Wat ik heel graag wil is dat de veiligheid beter wordt. Dat kinderen veiliger naar school kunnen gaan en dat ze gewoon met een lege hoofd gewoon blij naar buiten kunnen gaan. En hoe ga je dat doen als je kinderraadslid bent? Als ik kinderraadslid ben, dan zou ik, meer ook buitenschoolse activiteiten proberen te regelen. Dan worden kinderen ook blijer en dan hoop ik dat ze ook die slechte dingen vergeten. En wat is jouw thema? Integratie. En waarom heb je die gekozen of hoe is dat gekozen? Nou, ik vind het belangrijk dat mensen uit een ander land zich veilig voelen in ons land. Want misschien komen ze wel uit een land waar oorlog was. En dan moeten ze hier zich wel veilig voelen. Wil je nou ook later echt de politiek in, zeg maar, misschien de grote mensengemeenteraad? Ja, dat weet ik nog niet zeker. Maar als ik het gewoon verder door dit allemaal wel leuk zou vinden, zou het een kans zijn dat ik het zou wel doen. En hoe denk je dat Dominique het gaat doen? Want zij gaat nu het jaar in wat jij natuurlijk net hebt gehad. Hoe gaat ze dat doen? Nou, ik denk dat ze het heel goed gaat doen. Ze kan ook heel goed praten. Dus ze weet ook wat ze wilt. Dus ik denk wel dat het heel goed is. En als ze hulp nodig heeft, kan ze altijd dingen aan mij vragen. En dat heb ik ook duidelijk gemaakt. Van mijn kant hartelijk dank voor alles wat je gedaan hebt de afgelopen tijd. We hebben veel momenten waarin we samen mochten optrekken. En nu Dominique als nieuwe kinderburgemeester. Ja. Waar kijkt u het meest naar uit? Dominique is volgens mij een hele energieke jonge vrouw die echt wel niet op haar mondje is gevallen. Dus ik kijk enorm uit naar haar betrokkenheid, naar haar energie en wat ze mij nog gaat leren de komende tijd.